Wat is de rol van IMF in dit heel plaatje? Het IMF is benaderd door de regering omdat de schuldeisers zeiden van luister, wij hebben niet zoveel vertrouwen in jullie, want jullie weten niet of jullie serieus zijn om die economie weer in goede staat te brengen. Dus als je me vraagt om een schuldherschikking, dan wil ik je niet geloven op je mooi gezicht of weet je, op mooie woorden die je zegt. Maar ik wil een plan zien en ik wil dat IMF dat plan ook goedkeurt. Dat is dit plan. En als IMF zegt oké, dit is het en Suriname kan niet meer dan zoveel schulden aflossen, dan kunnen we een deal maken met ook de schuldeisers. He, dus eigenlijk is daarnaast kan het IMF je ook helpen met een stukje financiering, he, om de betalingsbalans te versterken. En met het IMF kijken ook mee de Wereldbank en de Inter-American Development Bank. En die zeggen oké, als je met IMF een overeenkomst hebt, dan kunnen wij ook extra gelden geven. Bijvoorbeeld voor je sociaal vangnet, om dat te financieren, of voor hervormingen die doorgevoerd moeten worden, heb je voor projecten geld nodig en expertise en die willen zij beschikbaar stellen. IMF committeert zich pas aan een agreement met Suriname als zij ook geloof hebben in dit plan. Dus dat wil zeggen dat zij achter dit plan staan en van ons als samenleving wordt ook een bijdrage verwacht. Wij moeten ook achter dit plan staan. Wat doen wij als burgers om bij te dragen aan het welslagen van dit herstelplan? Ja, kijk, in het herstelplan zijn een heleboel maatregelen opgenomen. Er zijn een aantal maatregelen om voor meer inkomsten te zorgen. Hè, dat gaan een aantal burgers wel voelen. Bijvoorbeeld, er is een solidariteitsheffing, hè, van 10% extra voor een jaar. Maar dat geldt alleen voor de bovenste 10% inkomens. Maar er zijn een heleboel andere maatregelen. Er is ook een heffingskorting, juist op om het leven wat makkelijker te maken voor de mensen, van 750 SRD per maand. Dus mensen tot 3500, dacht ik, inkomen betalen geen belasting meer. Daarnaast zijn er een heleboel projecten die worden uitgevoerd, hè, in de productiesfeer. En er is een fonds voor een productiefonds, hè, van 150 miljoen SRD voor bedrijven om ze te stimuleren om meer te produceren. Er is een fonds voor midden- en kleinondernemingen, zodat mensen die toch zeggen van hé, ik probeer mezelf vooruit te krijgen, ik heb een klein bedrijfje, maar ik heb wat financiering nodig. Nou, die fondsen zijn er ook.